Twee gasten. Eigenlijk zouden we er drie hebben, maar ze hebben weinig introductie nodig. Samen een nieuwe track uitgebracht. De eerste begon al toen hij 16 was met rappen. Natuurlijk, heel Nederland leerde hem kennen toen met zijn track met Ali B. Lijp en Mokro Flavor. Pakte daarna lekker door. Onder andere afgelopen jaar nog de track met Sidney Samson Bubbles. De ander werd groot met de Hydro Boys, onder andere Hinda Building natuurlijk. En de derde is al lekker bezig, een jonge opkomende DJ-producer die al 3 jaar bezig is. Mag ik een ontzettend groot applaus voor de mannen die hier zijn. Yeser, Mokromaniac en DJ Izzy! Dankjewel! Ja, en dan sta ik hier mijn introductie te doen en dan moet ik eigenlijk zeggen dat we maar met z'n tweeën zijn. Precies. Ja, want Yeser en DJ Izzy, jullie zijn er allebei, Mokromaniac is er niet. Ja, Mokromaniacs baalt, die kan zijn schoen echt letterlijk opvreten. Gewoon, dat moet ik even eerlijk erbij zeggen, ja. Want hij wou er super graag bij zijn. We hebben ook een enorme klik nu met z'n drieën, vierer. Rot ook altijd een homie mee, shout-out naar Jerry daar. We zijn met z'n allen op tour en het is altijd hartstikke gezellig. Alleen hij kon er vandaag niet bij zijn, hij is verhinderd. Nou, we gaan zo ook even met hem bellen, is wel leuk. We willen hem toch even spreken hierover. Maar laten we even eerlijk zijn, de reden dat jullie hier zijn, een nieuwe track, Verleden Tijd. Hij klinkt lekker, maar ik ben toch even benieuwd. Hoe zijn jullie tot stand gekomen? Hoe is dat bij elkaar gekomen? En hoe dachten jullie, wij moeten iets gaan doen? Kijk even naar jou, begin even bij jou, Izzy. Ja, eigenlijk is het verhaal dat Yeser en ik best wel een lange tijd een plaat samen willen maken. Ja. En het kwam er eigenlijk nooit van. En we waren altijd, of we zaten in een dronken bui of wat dan ook. Ja. Uiteindelijk komt het er niet van. Maar ja, uiteindelijk zijn we toch de studio ingedoken samen met Perry Mystique. Distortion heet die trouwens tegenwoordig. En van daaruit, eigenlijk is het eerst begonnen met 2 verses van Yeser. En de beat was ook net iets anders, zeg maar. En op een gegeven moment ontbrak er iets aan. En vanaf dit punt kan Yeser het denk ik het beste, kan hij het beste erin springen. Omdat hij was degene die... Mokromaniac dan... Jij had dus, als ik goed begrijp, jij zat er 2 keer in en je had zoiets van, er mist toch nog iets in, ik moet er nog iemand bij hebben. En toen kwam er Mokromaniac uit. Ja, precies. Kijk, het voordeel is als je met een DJ werkt, die draait heel veel dingen in de club en die weet hoe je dingen interessant en spannend kan houden. Dus dat was het voordeel om Izzy te hebben bij dit project. En toen riepen we eigenlijk met z'n tweeën, oké, maar welke van de new boys moeten we hebben? En ik vind er heel veel tof op dit moment, maar Mokromaniac is toch wel de favoriet van heel Nederland, weet je. Ik bedoel, er is de tijd dat 50 Cent opkwam en de tijd dat Mokromaniac opkwam. Snap je? En, ik ben groot fan van die man, weet je. En toen belde ik hem op en ik vond het zelf ook wel spannend. Want je bent benieuwd hoe zo iemand over jou denkt. Maar het eerste wat hij zei, ik doe mee in de building. Dat is de man. Hey, dan even, want het eerste wat me opviel, dit is een lekkere track, maar het eerste wat me opviel, het is al lang verleden tijd. Ik dacht direct terug aan Abel. Ja. Wel, hè? Heb je briljant gehoord. Ja. Is ook niet zo moeilijk. Nog even voor onderweg. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik vond het toch knap dat ik dat... Nee, maar is dat wel dat je dacht van nee, dat vond ik een track die mij vroeger heel erg... Ik denk dat Onderweg van Abel me gewoon echt geïnspireerd heeft, weet je. En het is tenslotte de allereerste single die ik ooit heb gekocht met mijn 3 gulden nog in die tijd. Ja, okay. Ik vind het misschien wel de beste Nederlandse plaat ooit, weet je. Hij is wel heel goed, ja. Het is gewoon een klein knipoogje daarna, maar dit zit eigenlijk. Nou, hij zit er niet. Het is geen cover of zo. Nee, dat niet, maar dat zinnetje blijft erin terugkomen. Hey, toch een beetje, want je had eerder al afgelopen jaar Sidney Samson en Bubbles, toch een beetje die andere stijl waar je die weg weer met ingeslagen. Dit is ook wel weer gewoon lekker hard. Wel meer de trap kant een beetje op. Ja, nou ja, weet je, het zijn 2 tracks met DJ's, weet je. De ene was met Sidney Samson en dit is een track met Izzy natuurlijk. Ja, en dan ga je niet natuurlijk een heel lief, ga je geen lieve beat gebruiken. Dan wil je gewoon pompen en je hebt gewoon met 2 succesvolle club DJ's te maken. Dus vandaar dat de keuze daarna heel is. Kijk, met Sidney was het drum en bass en Izzy is duidelijk iemand die heel veel trap in zijn set draait. Dus vandaar ook die keuze eigenlijk. Ja, en een mooie was dat. Zullen we hem even bellen anders? De man die je eigenlijk zou moeten zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk wel... Ik ga hem bellen. Bel hem eens even op. En ik zat trouwens ook nog de video even te kijken. Dat is ook alweer een ding van je. Jij bent altijd wel van de goede video's erbij, toch? Dat wil je wel... Echt een shout-out naar Mike Static. Mijn favoriete regisseur. En Kim Keijzer voor de styling. Ja, maar gelijk erbij. We bellen even met Mokromaniac, die natuurlijk ook op de track staat. En daar eigenlijk gewoon bij had moeten zijn. Oh, jee. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Je spreekt met Slam FM, met Igmar en Rens. En ook hier Yeser en Izzy. En, je maten. Je maten. Inderdaad, ja man. Zo begint het altijd, hè. Waar ben je, man? Ik heb even een privé iets, man. Een privé feestje even, dus ik kon er niet zijn vandaag. Sorry, man. Nou, het is je vergeven bij deze. We willen je toch nog even spreken, omdat je toch lekker op de track staat erbij. Ook nog eventjes, want... 2 weken geleden maakte jij bekend dat je eruit stapte en nu gelijk een direct hard begin... Dan heb je het over Hydro Boys, Ja, dat moet ik even bijzetten. Wel een lekker gelijk begin dan, toch, nu?
Ja, maar dat was, ik en Jesse hadden die samenwerking voordat al bevestigd, zeg maar. En dat ik, ja, dus wel, ik blijf sowieso aan. Maar die Hydro Boys, dat is gebeurd, was meer onverwacht, zeg had maar. Er niet direct mee te maken, maar... Hé, hey, maar jongens, nee, even, want nou ja, ik voel echt dat jullie echt een enorme klik hebben. Komt er meer aan van jullie? Jullie met z'n drieën bijvoorbeeld? Nou ja, wat ik al zei, ik ben groot fan van Mokro. Easy is mijn homie al jaren. Dus kijk, weet je, we hebben het zo gezellig op tour dat het zou niet gek zijn weet je, om gewoon nog een track te maken. Maar de focus is nu gewoon om te zorgen dat iedereen van deze track gehoord heeft en de clip ook ziet, zeg maar. Nou, dan gaan we afspreken met jou, Mokro Maniac, dat jij de volgende keer gewoon bij bent, hè? Sowieso, man. Sowieso. Jesser, ik heb trek met Jesser ook. Je weet toch, zoals hij zegt, hij vindt mij dope. Ik kijk ook naar Jesser. Je weet toch, Jesser draait ook al een tijdje mee. Ik denk, Jesser gaat me in de top 40 gooien. Je weet toch. over de top 40. Dat is natuurlijk wel een goede. All good, man. Ik snap hem wel. Ik, ja, Jesser, ja. Jesser belt jou, dan kan ik wel in de top 40 komen. Ja, dat dacht ik dus al voor jou, Mokro. Oh shit. Nee, maar weet je wat het vet is? Over de top 40 gesproken, we hebben daar een leuk nieuwtje over. Wij waren gisteren namelijk door de top 40 uitgeroepen tot clip van de dag. Wow. En track van de dag. Dus dat was wel echt even iets om heel trots op te zijn. Dat bedoel ik. Nou, de video moet je ook even trekken, want hij ziet er echt goed uit. Gewoon lekker strak en hij heeft een goed jasje aan. En, nou ja, ik zou eigenlijk willen vragen, we gaan zo meteen nog even doorpraten met jullie. Maar ik zou hem eigenlijk gewoon heel graag willen horen. Ga ik eerst even iets anders doen. We gaan zo meteen ook het artiestenspel spelen met Jesser. Ben je er al een beetje klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Mocht je nou thuis zitten en denk je, ik zit er wel een beetje scherp in vandaag. Ik durf dat wel aan. SMS dan nu even je naam en je leeftijd naar 6363. Kan je zo meteen het artiestenspel spelen met Jesser. We spelen Maak de Songtekst af, dus laat het even weten. 6363, je naam en je leeftijd. En ik zou jou willen vragen om achter de tafel te gaan staan. En nou ja, laat het ons horen in Jesser in de studio. We hebben een leuke edit waar je Mokro ook nog op hoort. Hij doet gewoon mee. In de studio, laat weten wat je ervan vindt. 6363 of een tweetje, @bijIgmar. Oké dan, verleden tijd. Slam FM, jongens, wat gezellig dat we er mogen zijn, zeg. Let's go, DJ. Shout-out aan Mokro Maniac. Easy in the back, yo. En Uncle Jesser right here. Geef mij je allerlaatste kus en laat me dan met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Het is al lang verleden tijd. Geef mij je allerlaatste kus en laat me dan met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Oké, Slam FM. Het is al lang verleden tijd. Hey yo, Igmar, ben je ready? Easy. Keep it going. Hey. Laten we het toch doen, nog één keer lekker dom doen. Ontgroen, we kunnen eraan voldoen. Aan het feit dat het nu uit is, willen alle laatste tongzoen. En ik heb erop gewacht, waar vanavond moeten we rof doen. Fuck een beef, alleen maar lol. Sex, drugs en rock'n'roll. Vanavond zijn we superballing, good cash en alcohol. Ja, vanavond gaan we los. Ik hou je stevig vast en morgen laat ik je los. Geef mij je allerlaatste kus en laat me dan met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Oh shit. Het is al lang verleden tijd. Oké, zing maar mee. Geef mij je allerlaatste kus en laat me dan met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk, het is al lang verleden tijd. Het is al lang verleden tijd. Keep it going. In de building. Houd me vast, ik zeg laat me los. Verleden tijd, vamanos. Ik heb geen tijd, je wordt meteen bedekt. Deze meid doet een beetje lijn. Ik weet dat zij te veel speest op mij. Als zij me ziet, doet ze opeens te blij. Ze roept mijn naam, ik ben niet eens erbij. Ze weet niks van verleden tijd. Met de benen wijd, ik zit in haar hoofd en dat is letterlijk. Ze eet me op, onmenselijk. Net een cannibale, maar ik kan niet balen, dus laat me ballen. Want vanavond gaan we los. Ik hou je stevig vast en morgen laat ik je los. Geef mij je allerlaatste kus en laat me dan met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Het is al lang verleden tijd. Geef mij je allerlaatste kus en laat me dan met rust. Je ziet dat het niet werkt, ik maak alles maar stuk. Het is al lang verleden tijd. Het is al lang verleden tijd. Het
the building. Wow. Mag ik een applaus voor Jesse, Izzy en Mokromedia? Ja. Ja.